Charles Leclerc heeft de pole position gepakt voor de Grand Prix van Monaco. Hij was zo'n 1/2 tiende sneller dan Oscar Piastri. Carlos Sainz pakte P3 en zal morgen vergezeld worden op de tweede startrij door Lando Norris. Max Verstappen werd teleurstellend 6e. De dag begon slecht voor Bottas, want in de 3e vrije training raakte hij de muur, waardoor hij niet verder kon, wat een rode vlag veroorzaakte. Deze training werd afgesloten met Leclerc op P1 en Verstappen op P2. Verkeer speelde met alle 20 auto's op de baan een grote rol in de eerste kwalificatiesessie. Zo werd Carlos Sainz genoteerd voor het mogelijk ophouden van Alexander Albon in de Zandbadchicane en moest Daniel Ricciardo een rondje afbreken vanwege een langzaam rijdende Kik Sauberwagen. Aan het einde van deze sessie was Perez de verrassende uitvaller. Hij reed de 18e tijd en ging samen met Alonso, Sargeant, Bottas en Joe niet door naar Q2. Tegenover onder meer GP-fans kan Perez de teleurstelling niet verbergen. Het was een ramp. In mijn eerste ronde had ik veel last van het verkeer in gaande bocht 6 en 7. En er lagen wat stickers in de apex van bocht 8. Ik verloor daar een paar tienden en dat zou genoeg zijn om door te stoten. Ik zat een halve seconde achter P1, dus het was echt een complete ramp. Het weekend is zo goed als voorbij, want er is hier geen enkele mogelijkheid om in te halen. Helaas. Na de eerste run in de tweede kwalificatiesessie stond er geen Mercedes of Ferrari bovenaan de tijdenlijst, maar Verstappen. In de laatste minuten kwamen er meer verbeteringen. Piastri klokte een 1:10:7, al liet hij via de boordradio weten de muur te hebben geraakt. Lando Norris ging nog rapper dan zijn teamgenoot en Verstappen propte zich tussen de McLarens. Ocon, Hulkenberg, Ricciardo, Lance Stroll en Kevin Magnussen gingen uiteindelijk niet door naar Q3. Een zeer blije Pierre Gasly werd 5e en mocht dus vechten in de top 10. Na de eerste run in het 3e gedeelte van de kwalificatie stond Leclerc dan toch weer bovenaan, maar het gat naar Piastri was slechts 200ste van een seconde. Verstappen kwam op de 3e plek terecht op 1/2 tiende. Hij liet via de boordradio weten dat hij nog steeds dezelfde problemen had. Leclerc verbeterde in de 2e run met een 1:10:2. Piastri bleef 2e voor Sainz, Norris en Russell. Verstappen moest zijn ronde afhaken na het raken van de muur in Saint-Devaux en moest genoegen nemen met een P6 voor Hamilton, Tsunoda, Albon en Gasly. Volgens Dr. Helmut Marko heeft viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel meerdere keren op de deur van Red Bull Racing geklopt voor een rentree in de Formule 1. Marko stelt echter dat Seb een moeilijke tweede leven in de sport zou krijgen naast Max Verstappen. Vettel nam aan het einde van 2022 afscheid van de Formule 1. Hij wilde, naar eigen zeggen, meer tijd spenderen met zijn familie. Marco legt in gesprek met Formule 1 uit dat hij niet gelooft in een terugkeer van Vettel en hij vermoedt dat de viervoudig kampioen zich moet gaan toeleggen op een avontuur in het lange afstandsracen. Daarnaast vindt Marco die competitie ook beter bij de levensfase van de Duitser passen dan een Formule 1 kalender met daarop 24 races. Desalniettemin zou Vettel volgens motorsporttotaal.com tegen verschillende teams hebben verklaard dat hij interesse heeft in een terugkeer in de sport. Daarbij heeft hij ook aangeklopt bij Red Bull Racing, zo bevestigt Marco. Hij heeft het ons ook steeds opnieuw gevraagd. Maar naast Verstappen denk ik niet dat dat een prettige tijd voor hem zou zijn. Ja, dat was hem alweer, het GP Fans nieuws. Vond je deze video nou tof? Vergeet dan even niet een like achter te laten. En abonneer als je altijd op de hoogte wil blijven van alles rondom de Formule 1. Doeg!